Suiker heeft op zijn zachtst gezegd geen goede reputatie. Suiker is slecht, maar zoetigheid vinden we toch wel heel erg lekker. En we weten allemaal dat suiker slecht voor je is. Your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. Maar is suiker nou echt zo slecht voor je? Om maar meteen met de deur in huis te vallen, nee. Suiker is niet altijd slecht voor je. En hier in de werkplaats ga ik je uitleggen hoe dat zit. Suiker is een energiebron. Het geeft ons energie om dingen te doen. Het geeft energie aan je lichaam. En bij suiker denk je misschien vooral aan een suikerklontje of frisdrank. Maar suiker zit in veel meer producten. Bijvoorbeeld brood, een appel, honing, ketchup, barbecuesaus, glasmelk. Maar ook een hele zak met aardappelen. Eigenlijk zit in al deze producten die je hier ziet, in deze hoeveelheid, ongeveer 10 gram. Je ziet sommige veel meer, sommige wat minder per hoeveelheid. Maar allemaal suiker. Maar hoeveel van die suiker krijg je nou precies binnen? Kijk even mee naar deze vergelijking. Volgens het voedingscentrum zouden we ongeveer 22 suikerklontjes per dag binnen moeten krijgen. Maar we krijgen ongeveer 29 suikerklontjes binnen per dag. En de suikers die we dus daadwerkelijk per dag binnenkrijgen, kunnen we nog opsplitsen. Ongeveer de helft van de suiker die we per dag binnenkrijgen zijn van nature aanwezige suikers in producten, zoals bijvoorbeeld zuivel of fruit. En de andere helft zijn zogenaamde toegevoegde suikers, zoals bijvoorbeeld bij frisdrank of koekjes. Maar waar halen we nou precies al die suikers vandaan om bijvoorbeeld toe te voegen aan koekjes of frisdrank? Nou, die suiker halen we bijvoorbeeld uit een suikerbiet. Een suikerbiet weegt ongeveer 1 kilo en die kunnen we heel erg sterk concentreren naar suiker. Als ik hier bijvoorbeeld 250 gram van die suikerbiet pak, dan maken we daar uiteindelijk 9 suikerklontjes van. En die 9 suikerklontjes is ongeveer evenveel suiker als dat er in een groot glas cola zit. En daar zie je hoe geniepig die toegevoegde suikers zijn. Want een glas cola, dat drink je zo tussendoor even op. Maar 250 gram suikerbiet kun je helemaal niet zo snel tussendoor even opeten. Laten we even inzoomen op de suiker in dit glas cola. Hier zie je dus het molecuul suiker waar die suikerklontjes uit bestaan. Dat is ook de suiker in cola. En dat molecuul bestaat uit 2 gedeeltes. Een zeshoekje en een vijfhoekje en die zitten hier aan elkaar. Hier heb ik dat molecuul in modelvorm nagemaakt. Je ziet een vijfhoek, een zeshoek en een koppeling ertussen. En in je lichaam heb je enzymen, een soort schaartjes. En die kunnen die moleculen van elkaar losklippen. En dan heb ik ineens 2 losse moleculetjes. Dit is dan uiteindelijk de suiker in losse stukjes die je lichaam kan gebruiken als energie. Nou kun je dus voorstellen dat in zo'n glas cola hoef je maar steeds al die suikermoleculen 1 keer te knippen en dan heb je al die losse stukjes. Dus je krijgt in 1 keer heel veel energie waar je heel snel wat mee moet. Dat is anders bij bijvoorbeeld heel fruit. Ik heb hier een sinaasappel en er kan qua suiker wel hetzelfde hoeveelheid suiker in zitten als dat er in cola zit. De suiker zit er in een andere vorm in. Kijk maar. Die suikermoleculen zitten nog ingepakt in een weerwar van vezels en langere moleculen. En pas door dat wat verder te verteren, kan je lichaam daarbij om diezelfde suikers uit de cola hier uit te halen. En als je lichaam dan door middel van vertering al die vezels eraf gehaald heeft en we hebben die suikers dan eindelijk vrij, dan moet je vaak alsnog meer knipjes zetten dan dat je dat bij die cola moest doen. Voordat je uiteindelijk de losse suikertjes hebt waar je lichaam wat mee kan. En daarom krijg je dus nooit zo'n heftige piek uit heel fruit als je die krijgt uit de glas cola. En het eten van heel fruit, wat dus vaak een langzamere piek geeft, is dus heel anders dan bijvoorbeeld een glas sinaasappelsap. Want niet alleen zit er in een glas sinaasappelsap vaak veel meer fruit, dus meer energie, ook drinken we het nadat we het hebben uitgeperst. En als ik dan al mijn sinaasappels heb uitgeperst en ik doe dit sap in een glas, dan zie je dat ik eigenlijk veel van de vezels en van die structuur waar je dus je vertering voor nodig hebt om dat allemaal uit te pakken, blijven achter in de pers en in de sinaasappel. En wat ik hier heb is voornamelijk water en suiker, eigenlijk vergelijkbaar met die cola. En die korte suikermoleculetjes, die je dus niet zo vaak hoeft te knippen, die zijn lekker zoet. Dus het drinkt als lekker zoete drank weg. Maar je krijgt in 1 keer heel veel energie binnen. En je lichaam kan daar eigenlijk niet zoveel mee. Tenzij je iets super actiefs aan het doen bent, zoals aan het wielrennen of zo. Anders zal je lichaam zeggen, zoveel energie heb ik niet nodig, ik sla het op. Terug te komen op de hoofdvraag, is suiker slecht voor je?
niet als je het eet op zo'n manier dat je een beetje een langzame piek krijgt en de tijd krijgt om die energie ook te verbranden. Maar wel als je zoveel suiker in één keer binnenkrijgt dat je lichaam er eigenlijk niks anders mee kan dan het op gaan slaan. Omdat we in Nederland te veel energie en ook te veel suiker binnenkrijgen, wordt er gesproken over het invoeren van een suikertax. De suikertax, een extra belasting op voedsel en drinken waarin veel suiker zit. Suikertax? Ja, dat vind ik een beetje belachelijk hoor. Maar dat is nog best wel een ingewikkeld iets. Want als we alle suiker zouden gaan belasten, dan vallen al deze producten eronder. Dus ook fruit en bruin brood, waarvan we willen dat mensen het eigenlijk meer gaan eten. Als we dan zeggen we doen alleen maar de toegevoegde suikers, dan belasten we wel de sauzen en de cola. Maar bijvoorbeeld niet het fruitsap, waarvan we net hebben gezien dat het ook niet meer zo heel erg gezond is. Dus het is nog best wel een hoofdbreker hoe we die suikertax op een goede manier gaan invoeren.